Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi die heeft vanochtend al gespeeld enzovoorts en uitgeslapen ook weer. Kijk, slaapkop. Hij was vanochtend om 6 uur ook wakker. Toen hebben we zijn luier verschoond en toen hadden we zijn luier verschoond en dacht hij bij zijn eigen, hier kan ik ook nog wel even slapen. Heeft hij zijn eigen omgedraaid en het was weer... Dus hij heeft weer uitgeslapen. Dus hij gaat nou ook iets later naar bed. Weer. Is nou dus lekker zijn flesje aan het doen. En we zijn ook al naar de winkel geweest. En nu hoop ik dat hij zo dadelijk even gaat slapen. En dan zijn we weer op de helft van de dag. Jordi is inmiddels wakker. Is gillend wakker geworden. Ik ben nu eerst een uur bezig geweest om hem weer rustig te krijgen. Hij is gillend wakker geworden omdat hij buikpijn had. En ik heb hem zo goed mogelijk geprobeerd te helpen. En ik heb er ook het een en ander uitgekregen. Maar dat is nog niet genoeg, denk ik. Je hoort nu de magnetron. Ik heb gewoon soep voor hem warm gemaakt. Dus die gaat hij zo krijgen. Even kijken wat hij ervan opeet. Want... Ja, dat was in mijn mond, ja. Ja. En dan ga ik hem nu even soepje geven. En hopelijk trekt hij het nog even, hè. Ja. Ja, had je buikpijn? Had je veel buikpijn? Maar goed, ik ga hem even soep geven. En... ik hoop dat de buikpijn dadelijk wat minder wordt en dat hij uiteindelijk toch zelf wat kan poepen weer. Maar dat is even afwachten. Ja. Papa, je moet met Jordi lekker spelen, hè? Hoppa. Hoppaatje, ja, hop. Goed zo. Ja. Hey, ja. Wat goed van jou! Papa probeert mama na te doen, maar dat lukt hem nog steeds niet. Jij moet wel lukken! Jij moet wel lukken! Kom! Op je brommerpaard! Papa kus! Goed. Papa kus je geven dan? Oh. Yay, papa kusje! Ja! En daar gaat Jordi op zijn brommerpaard. Doe da, doe da. Ja? Jippie, brommer! Goed zo! Papa, kusje geven. Vasthouden. Goed vasthouden. Hij gaat echt van zijn kont naar voren en naar achteren. Ja. Joepie! Vind ik wel wakkies. Lekker toch? Aboe! Dan krijg je ervan papa als je tandjes doorkrijgt, hè? Hij wou hem opstarten. Wou je hem opstarten, jongen? Dit is zo. Is dat de kickstart van je hobbelbrommer? Van je hobbelbrommer? Zo. Niels heeft gesport en is inmiddels alweer thuis. Ik ben hier gewoon een beetje aan het poetsen gegaan. Ik moet nog stofzuigen dweilen. Maar ik heb het in mijn bol gekregen. Eigenlijk al wel wat langer, maar ja, nu maken we er werk van. Want onze tafel gaat weg. Niels is hem nu al uit elkaar aan het halen. Dan kan ik even hier stofzuigen en alles. En... dan doen we gewoon even een tijdelijk tafeltje die we nog hadden. Dus zetten we even hier neer. Want
Ja. Deze was te groot. Deze is gewoon te groot. En kijk, als Jordi gewoon een normale stand had laten zien qua lopen enzovoort, was het de ideale tafel geweest, want dan had hij alles op kunnen doen wat hij wou. Maar dat is niet zo. En we hebben het idee dat het een beetje beperkt in het feit met de ruimte en alles, ook voor Jordi. En nu, ik was hem toch zat. En Niels die zei van, dan haal ik hem wel uit elkaar. En Niels die gaat het hout niet weggooien, die gaat het weer hergebruiken voor iets anders. En deze staat hier al heel lang. En het is nu tijd om iets anders te gaan verzinnen. In de zin van wat past voor de kinderen. Dus dat. Maar goed, ik ga ook gelijk de dag afsluiten. Want ik ga naast stofzuigen dweilen, douchen en naar bed. Dus alvast wel trusten. Ook namens Niels, want die is intussen gestopt met schroeven. Wel trusten. En ik ga hier nog heel even gauw verder en dan lekker naar bedje toe. Een hele goeie morgen! Jordi is net wakker. Jordi is net wakker. Goedemorgen. Hi. Zal ik jou uit bed halen en een flesje geven? Hè? Ik ga hem uit zijn bedje halen, een flesje geven. En dan komt de fysio alweer. Dat is geweest. We hebben gespeeld, geknuffeld, alles gedaan. Hij heeft vandaag wel oké gepoept al. Dus daar ben ik in ieder geval alweer gerust onder. Hij ligt nu uitgeteld zijn flesje op te drinken. En dan gaat hij daar lekker zijn bedje in. Maar hij ligt nu te tutteren. Je moet niet tutteren, je moet drinken. Je bent aan het tutteren. Maar goed, ik ga dit heel even verder doen, zorgen dat hij niet zit te tutten. Net was hij wel echt aan het drinken. Dus dan ga ik hem lekker in zijn bedje liggen. Zo. Hé jongen, heb je lekker geslapen vanmiddag? Maar ook lekker gestonken al. En nu weer. Dus die ga ik dadelijk eventjes verschonen. Jordi is uiteindelijk naar bed toe gegaan. Mama die is ook even naar bed toe gegaan en ik weet niet wat en hoe, maar de laatste week, de laatste paar dagen, ben ik zoveel aan het dromen. En nou ook weer, ik was even in slaap gevallen, ik heb 20 minuten of zo maar geslapen en ik ben wakker geschrokken. En ik dacht ook Jordi hoorde, was helemaal niet, want Jordi lag gewoon nog lekker te slapen op dat moment. En zo wakker geschrokken, want ik had gedroomd dat er iets, dat Jordi weggenomen was en weet ik het allemaal. Maar Jordi willen ze niet, dus dat scheelt, hè. Nee, maar ik had het allemaal gedroomd. Dus ik ben gauw naar Jordi toe gerend om te kijken van waar is hij. En toen lag hij lekker nog te slapen. Hè, lekker stuk. En dan heeft hij al zijn soepje gehad. En dan is hij heel even aan het uitbuiken. Dan gaat hij daar ook weer lekker spelen, hè? Ja, jij mag zo nog even Boomba kijken. Laat ik hem nog heel eventjes zitten en Boomba kijken. En dan gaat hij zo dadelijk lekker spelen. Ja. Hallo? Oh, ja, oké. Ja, ik ben er.
Ik ben er. Oeh. Oeh. Oeh, knuffelen, knuffelen, knuffelen. En de tv. Het geluid springt ineens aan. Een rare tv. Maar, ja. Je ziet dat die tomatensoep op heeft. Dat geeft altijd zo'n kleur af, hè. Ik had helemaal schoon geboend, maar... Het toch. Ik heb trouwens ook al mijn eten aanstaan. Want we eten hutspot. Oftewel wortelstamp. En zoals mijn moeder heel vaak zegt, wortelenstamp. Dus wij eten wortelenstamp, hè. Ja, heeft mama al aanstaan. Dus daar ben ik ook al mee bezig. En ja. Ik weet niet, maar het slaapje van die 20 minuten, dat heeft me geen... Goed gedaan. Ja. Maar goed, ik laat hem nog heel eventjes Boomba afkijken. En dan ga ik zijn broekje even doen. En heel eventjes weer spelen, schat. En dan komt papa dadelijk weer thuis. Doe nog even spelen. Ja, en dan uiteindelijk ga je weer lekker slapen. Oh. Oké, okay, ja, dag, ik ben al weg. Nou, je ziet het. Je moet stoppen. Inmiddels is Niels ook weer thuis. En we hebben lekker gegeten. Ja, dat was lekker, hè? Hutspot. Soms is dat met dit weer gewoon het lekkerste. Lekker, en Jordi vond het ook lekker. Ja, Jordi zit even lekker uit te buiken. Die is eventjes aan het uitbuiken en die gaat daar weer lekker de box in. Lekker spelen. Ja. En dan is het op een gegeven moment een keer tijd weer om tandje te poetsen en flesje te doen. Ja. En dan is de avond weer om. Ja, dan hoop ik dat hij gewoon lekker slaapt en dat wij een rustig avondje hebben. En hopelijk ook een keer weer op tijd naar bed, hè. Maar goed. Wij gaan nog even lekker bank zitten samen. Dat zie je straks. Moeten we wel die kabels heel even hier opruimen. Wij hebben eventjes dat stuk dat daar normaal zit en dat een deurtje is, hebben we er even uitgehaald of in ieder geval omgeklapt. Omdat het een obstakel is voor Jordi om ergens overheen te klimmen. En wij willen toch dat Jordi meer uit die box komt in plaats van denk dat hij erin moet blijven, want dat is niet het geval. Dus hebben we het even zo gedaan en dan gaan we het even zo proberen. Op het moment dat hij dadelijk gaat staan uiteindelijk, dan maken we hem weer terug. Maar voor nu, heel eventjes om te kijken wat hij ermee doet, gaan we het heel even zo doen. En hij is er net zelf uitgekropen. Hé papa? Mm-hmm. Dus daar zijn we blij mee. En hij gaat toch even lekker spelen. Nou, tandje poetst, alles klaar, luiertje verschoond. Even gewassen, alles gewoon weer netjes. En dan krijgt hij lekker zijn flesje en dan gaat hij lekker slapen. Huh? Ja. Lekker slaapje doen. Ja. Het is lekker veel gespeeld, hè? We hebben lekker samen gespeeld nog. En opa en oma even gezien, hè. Ja, hadden we gefacetimed. En nou gaat hij lekker slaapje doen. We hebben bankzaken en beleggingen gedaan. Ik heb een beetje opgeruimd boven nog. Mijn dingetjes gedaan. En nou is het tijd om de dag af te sluiten en ook deze vlog gelijk af te sluiten. Wel te rusten. Slaap lekker allemaal. Op naar de volgende. Toch? Tot de volgende keer. Doei.